De arts die zegt dat jij nooit meer zwaar lichamelijk werk mag verrichten. En wat doe jij? Jij gaat volgende week zwaar lichamelijk werk verrichten. Waardoor je vergoed je rug naar de kloten helpt. Nee, dat is slim. Natuurlijk niet. Ik weet het, dat dat niet kan. Ik moet ook stoppen met mijn bedrijf. Ja, hoe kan Saskia dan denken dat je volgende week weer aan het werk gaat? Omdat ik dat heb verteld. Dat de specialist heeft gezegd dat het allemaal wel meevalt. En dat ze zich vooral geen zorgen hoeft te maken. En ik hoorde er vanochtend weer zingen. Sinds we hier wonen heb ik er helemaal niet meer horen zingen. In de afgelopen weken voelde als één lange aanval, zonder dat we één keer zelf de bal hadden. Hm. En zij denkt nu dat het 1-0 is. Hm. Dat je beter gelijk kunnen zeggen dat het doelpunt is afgekeurd. Maar als ik nou meteen een baan heb, winnen we alsnog. In welke branche zijn baantjes te vinden? Je hebt toch al die vacature-sites lopen af.